Verwater heeft als hoofdaannemer een uitbreiding gebouwd van een Jetty voor een wereldspeler in tankopslag met verschillende vestigingen in België. De opdrachtgever heeft gekozen om een uitbreiding te laten construeren van de laad- en loscapaciteit aan het water om te beantwoorden aan de grotere flexibiliteit en hogere veiligheidseisen van hun klanten. Er is gekozen voor een samenwerking met Agidens voor het E&I-gedeelte. Agidens was een gekende partner van de opdrachtgever en Verwater vanuit zijn expertise als hoofdaannemer voor dit project. De uitdaging bij de bouw van Jetty B was dat we te maken hadden met een operationele terminal. Een terminal met zeer veel treinbeladingen. Dat heeft Verwater in doen kiezen om de Jetty op locatie te bouwen, deze over te varen en dadelijk op zijn plaats te stationeren. Verwater heeft het volledige hardwaregedeelte voor haar rekening genomen. Dit wil zeggen van het slopen van de bestaande structuur, de bouw zowel van structural steel als de piping van de nieuwe jetty, als de fundatiewerken on-site. Echter, hardware werkt pas goed als ook de software goed meewerkt. En in dat kader hebben wij gekozen om samen met Agidens voor een geïntegreerd projectmanagement te gaan. Projectmanagement van dit project, in eerste instantie designverificatie van het totale project. Zorgen dat de verschillende subcontractors, ook door de eindklant aangeduid, tijdig aanwezig waren en al in de planning te zorgen dat je een bepaalde bouwvolgorde, alles just in time, off-site geassembleerd kon hebben, compleet afgetest kon hebben, zodat het complete unit naar de finale locatie getransporteerd kon worden. Bijzonder aan het transport is dat er aangerekend is, speciaal transportstaal gemaakt is om de complete jetty, de unit, op te kunnen tillen. En via een roll-on, roll-off pontons met een gespecialiseerde firma over te brengen naar de finale locatie. In de constructie van de jetty zit om en bij de 10 kilometer leiding en er zijn 8000 lassingen in verwerkt. Deze zijn in de shop gemaakt, geprefabbed. Dat hebben ze dan hier geleverd en dat is hier dan ter plaatse gemonteerd. De bouw van Jetty B heeft met zijn dedicated lijnen naar elke tank toe voor een enorme capaciteitsverhoging zorgt van deze terminal. De wachttijden van de schepen werden gereduceerd tot het minimum en de efficiëntie van deze terminal steeg enorm. Als industrial service provider kan Verwater dus haar klanten zowel via turnkey projecten als via onderhoudscontracten volledig ontzorgen. De samenwerking op dit project heb ik ervaren als zeer professioneel. Het was een uitdagende klus, maar uiteindelijk staat er dan ook iets heel moois. Wij kijken in elk geval tevreden terug op een succesvolle samenwerking met Agidens en op een veilige oplevering binnen de strakke planning van de opdrachtgever.